nieuw hotel in Wenum-Wiesel. Na een kort welkom in de Wenumse watermolen wandelde het gezelschap naar het nieuwe insectenhotel aan het Kopermolenpad. De wethouder moest nog even aan het werk. Dat ziet er mooi uit. Kijk, daar gaat hij. Zie je dat? Een insectenhotel is een plek waar wilde bijtjes en insecten kunnen broeden. Dus een nestje kunnen bouwen om voor opvolging te zorgen. Ik vind het echt een heel mooi initiatief. Zowel voor de insecten, omdat dat natuurlijk erg belangrijk is dat die ook de mogelijkheid hebben om zich hier voor te planten en ook hier in deze natuur hun werk te kunnen doen. Maar ik vind het ook heel mooi omdat ze daar een schoolklas bij betrekken. Dat het ook echt ook voor kinderen gaat leven, dat ze ook zien van, dat we ook op die manier op de natuur letten. Dus heel mooi dat dit in Wenum-Wiesel opgepakt is. We lazen een paar jaar geleden in de krant dat de insectenstand zo'n 70% was teruggelopen in de afgelopen 25 jaar. We zijn een werkgroep natuur en landschap en dan trek je zo'n opmerking natuurlijk wel aan. Wat kunnen we daar nou tegen doen? Dus een van de acties die je zou kunnen nemen is broedgelegenheid voor insecten te faciliteren. En dat doe je dan met een insectenhotel. Ja, we zijn eigenlijk met niets begonnen. We hadden wel een mooi voorbeeld uit de Heerde. Maar we hebben ons eigen materiaal verzorgd. Bomen uit Wenum-Wiesel zijn op de zaagbank gezet. En al het hout wat gebruikt is in het insectenhotel komt uit de buurt. Wat vinden de kinderen ervan dat ze erbij mogen zijn bij het insectenhotel? Ja, ze vinden dat heel leuk. We hebben op school ook een insectenhotel. En daar praten we veel over, die vullen we ook met materialen. De kinderen zijn heel erg met de natuur bezig, met insecten. Dus dit is natuurlijk ook weer extra leuk om even zo'n uitje te hebben en dan zo'n belangrijke taak te vervullen. Met de bouw, dat hebben we met een 15-tal vrijwilligers gedaan in wisselende bezetting. De een was heel goed in het dichtmetselen van die mooie porizo-stenen die je ziet. De ander was handig met de beitel en de volgende met de schroevendraaier. Dus alle vrijwilligers hebben hun bijdrage geleverd. Om niet te vergeten het boren van de gaatjes, want er zit er nogal wat in zoals je gezien hebt. Er gaat wel wat materiaal in zitten natuurlijk. We hebben eerst een presentatie gegeven voor een aantal buurtbewoners. Daar vonden we die vrijwilligers voor de bouw. Maar daarna moesten we dus het geld zien te krijgen. Dat lukte prima bij de gemeente Apeldoorn. Dat werd beschouwd als een groen initiatief en ze hebben een deel van de kosten voor hun rekening genomen. Maar ja, er bleef nog wat over, want we wilden graag ook bezoekers, wandelaars, wat informatie verstrekken. En aan de achterkant van het insectenpaneel zijn informatiepanelen aangebracht over de wilde bij, hommels, vlinders. En die kosten zijn voor rekening van de KNNV, Vereniging voor Veldbiologie, in Apeldoorn genomen. Welke insecten verwachten jullie in het hotel? Ja, er zijn er zo'n 350 soorten bij, we weten. En we zijn wel heel blij als we er 10 verschillende kunnen vinden in ons insectenhotel. Maar dat verschilt van zandbijtjes, metselbijtjes en nou, ga zo maar door. Ik ben ook geen echte kenner wat insecten betreft. Maar er zijn heel veel soorten die ook verschillende diameters opzoeken voor hun nestgelegenheid. Dus de gaatjes die in die boomschijven zijn geboord variëren van 3 tot 8 tot 10 millimeter. Wat wilt u ermee bereiken? Ja, we zitten hier in een mooi natuurgebied, het hooiland van de Wenumse watermolen. Een perfecte locatie voor wilde bijen en insecten. En we willen natuurlijk voorkomen dat die insecten uit gaan sterven. En dit helpt een handje mee om voor de voortplanting te zorgen.